met een nieuwe video. Houden jullie ook zoveel van snoepjes? Ik namelijk wel. En ik vind het altijd jammer als de snoepzak leeg is. Dus daar heb ik iets op bedacht. Dus wat kun je doen met een lege snoepzak? Kijk maar even met me mee. Here's my ultimatum. It's time we had this conversation. The numbers don't add up in this equation. You got it good, no obligation. But what's in it for me? I got my heart out on my sleeve. For so long, I just let it be. Let you walk all over. Here's my ultimatum. We either give this a shot or not. Emotionally unavailable. Technically single, emotionally unavailable. Sick and tired of pretending. It's obvious we're more than friends. I'm not cool with this if you're not intending to be together, don't go waste. Nou, jullie hebben gezien wat je er dus van kan maken, namelijk hele leuke tasjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een toilettas, een portemonnee, een etui, bijvoorbeeld een tasje waar je je telefoon in kan doen. Dat soort dingetjes kan je allemaal mee maken. Ik laat deze nog even van dichterbij zien. Kijk, er zit ook een rits in. En het mooie van dit, je hebt hier geen naaimachine voor nodig en het is ook nog lekker stevig. Ik zal hem even open doen, dan kan je hier ook nog even in kijken. Er zit nog een stift in. Ik ga je nu vertellen hoe jij ook van een lege snoepzak zulke leuke tasjes kan maken. Wat heb je nodig? Een rits. Deze heb ik bij een soort van lappenwinkel gekocht voor in de aanbieding voor 1 euro. Een snoepzak. En zorg ervoor dat de rits in elk geval even lang is als de snoepzak. De snoepzak mag wel langer zijn, maar niet korter. Een schaar. Een niet-machine. En duct tape. Stap 1. Knip de zijkanten van de snoepzak af. Ik heb één zijkantje er al van af. Omdat ik had gisteren zin in een zakje Skittles. En toen had ik er eentje gegeten. Nu knip je van de snoepzak de bovenkant open. Zo heb je dus een hele lange rechthoek. Nu draai je de goede kant naar de tafel toe. En nu gaan we werken met duct tape. En we gaan nu de achterkant beplakken met duct tape.
de tijd om de zak om te draaien en de uitstekende randjes even weg te knippen. Nu pak je de rits en leg je hem op de kop. Dat is heel erg belangrijk, met het voetje naar beneden. Leg je hem op de zak. Ik heb de zak even omgedraaid, dus met de bovenkant naar mij toe. En nu ga je de rits aan de zak vastnieten. Dus dat ga je even doen. Probeer een mooie rechte lijn te maken en probeer ook om niet op de rits te gaan nieten. Als het klaar is, ziet het er ongeveer zo uit. Nu draai je de zak om en vouw je de nietjes zo om. En je moet de rits niet meevouwen. En nu doe je er duct tape overheen en misschien zie je... Waarom heeft ze nu opeens zwarte duct tape? Nou, mijn blauw was op en gelukkig had mijn vader nog een zwarte rol in de garage liggen. Het ziet er een beetje gek uit misschien, maar het is toch maar de binnenkant, dus het maakt niks uit. Nu vouw je het plastic dubbel. En doe je de rits open. Nu pak je dit deel van de rits. En dit ga je ook weer aan de plastic vastnieten, net zoals net. Ik voel mijn spierbal wel groeien. Nu plak je ook weer duct tape op de nietjes, zoals je ook bij deze kant hebt gedaan. Waarom is dat beginnetje al dan weg? Nu heb je zoiets als dit. Het is wel heel lelijk, maar geen zorgen, dit wordt de binnenkant. We zijn echt bijna klaar. Nou, wat we nu gaan doen is, nu gaan we de zijkanten dichtnieten en dan plakken we ook weer duct tape overheen. De nietjes zit erin en nu ga ik er duct tape op doen. En totdat je het niet over de rits plakt. Nu draai je hem om en doe je het ook naar de andere kant toe. En hetzelfde doe je nu bij deze zijkant. Nu is hij dus klaar.
klaar. Nee hoor, geintje. Nou, nu komt het allerleukste deel. Namelijk, we gaan het binnenste buiten draaien. Of nee, buitenste binnen. En dan komt een mooie kant, zeg maar, naar buiten. Oeh, het ziet er echt wel cool uit. En voor de hoekjes gebruik ik altijd een potlood of een pen. En dan doe je gewoon zo het hoekje een beetje naar buiten. Ja, tadaa! Dit is je zelfgemaakte snoepzak, toilettas, etui, noem maar op. Kijk, de rits kan mooi dicht en weer open. Ik denk dat ik dit als etui ga gebruiken. Deze ga ik morgen meteen meenemen naar school. Ik zal jullie trouwens ook nog even de achterkant laten zien. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Kijk, van binnen ziet hij er ook super gaaf uit. Dat vind ik ook super cool. Nou, ik ben er helemaal blij mee met het eindresultaat. En als jullie deze video nou ook leuk vonden, vergeet dan niet om een dikke duim omhoog te doen. En even te abonneren. Doei doei!